de iPad-dief. Hallo allemaal, het is vandaag een grote dag. Ik heb een verrassing voor jullie. Een verrassing? Ja, een verrassing voor jullie. Oh, wat leuk, meester. Wat is het dan? Nou, dat zal ik je laten zien. De klas is echt super benieuwd wat de meester gaat pakken. Oh, meester, wat is dat? Dames en heren, wat ik hier in mijn handen heb, is iets heel bijzonders. En daar heb ik er niet één van, niet twee, maar drie. Vet, hè, jongens? Wow, meester, super cool! Ja, dat is super cool en die kunnen jullie verdienen. Wow, mogen we die dan ook houden? Nee joh, die is voor hier in de klas. Hoe kunnen we die verdienen, meester? Nou, die kun je verdienen als je extra goed je best doet. Iedereen ging snel recht zitten, want ze willen allemaal de iPad. Ik zit netjes, hè? Nou, ik zal eens even kijken wie je mee verdient. Abigail, jij hebt de eerste tablet verdiend. Yes! Ik hoop dat ik de volgende krijg. En de tweede tablet is voor... Sven! Yes! Ik had hem bijna. Ik zat veel beter dan jou. De strijd om de iPad was begonnen. Yes, ik heb hem, ik heb hem. Jullie lekker niet. De jaloezie was van ieders ogen af te lezen. De volgende keer is weer mij. Hoor je dat? Van mij. Nee, van mij. Ik krijg hem de volgende keer. Er werd ontzettend goed gewerkt met de iPad. Zelfs de conciërge kwam af en toe langs om te kijken. Zo jongens en meisjes, dat was de dag weer en iPads inleveren graag. De iPads werden zorgvuldig neergelegd naast elkaar op het bureau. Zo, zijn ze dat alle drie? Ja meester, dat zijn ze. Mooi, tot morgen. De volgende dag komt de meester als eerste op school aan. Weer een nieuwe dag. Eén, twee... Huh? Er waren er drie iPads. Er is er een gejat! Twee collega's komen meteen kijken wat er aan de hand is. Kun je niet op je iPads letten? Wat ben jij voor een slechte collega? Die van mij zijn ook alle drie, hoor. Kun je niet op je spullen letten? Jongen, jongen, jongen. Hé, hey, maak me er ook even mee bemoeien. Huh, de directrice? Ja, de directrice, ja. Weet je wel wat dat kost? Ja, een paar honderd euro. Dus jij zegt dat ze gestolen zijn? Ja. Dan bellen we nu de politie. En een paar tellen later stond de politie al bij hun op de stoep. Politie, fijn dat u er bent. Ik heb begrepen dat er iets gestolen is. Dat klopt, een iPad. Wie is hier de verdachte? Hun allemaal. Wat? We hebben er niks mee te maken. Ons een beetje de schuld geven. Misschien heb je hem zelf al gejat. Hoezo krijgen wij nou weer de schuld ervan, hè? Rustig. Wat gaan we nou doen, agenten? We gaan een paar kinderen ondervragen. En zo begint het politieonderzoek. Maar ik heb hem echt niet gestolen. Als je het zo zegt, dan geloof ik je wel. Ik heb er thuis al zoveel. Wat moet ik met de iPad? Dus je hebt hem echt niet gestolen? Nee, echt niet. Ik zweer het. Het gaat er tijdens de ondervragingen soms heftig aan toe. Kan je wel zeggen dat ik schuldig ben, maar ik heb het echt niet gedaan. Ga maar naar huis, jongeman. Waarom moeten we jou niet kiezen omdat jij de iPad hebt gestolen? Omdat ik het niet heb gedaan. Na school ging een groep kinderen zelf op onderzoek uit. Ja, ik vind het ook een beetje vreemd. Wie zou het gedaan hebben? Ik heb geen idee. Iedereen kan het gedaan hebben. Misschien heeft iemand van onze klas het wel gedaan. Nou, ik denk het niet hoor. Misschien moeten we zelf op onderzoek gaan. Goed idee. Het onderzoek van de kinderen kan gaan beginnen. Uiteindelijk was er nog maar één plek waar ze konden zoeken. Ik hoor iets. Hij heeft het gedaan! Oh, betrapt! De conciërge had de iPad gestolen en werd meegenomen door de politie. De kinderen bleven een beetje verbaasd achter. Ik vind het wel jammer dat de conciërge weg is. Ik had hem niet verwacht als dief. Volgens mij bedoelde hij het helemaal niet slecht. Nou, we wachten wel af wat de politie erover zegt. Ik heb niet gestolen! Oh nee, hoe kwam je naar mijn iPad? Ik had vroeger geen iPad en ik wou er zo graag heen. De politie vindt het toch wel zielig voor de conciërge. Vanaf nu mag hij iedere dag meedoen in de klas. Heb je gehoord? Nu mag je niet opdagen. Ik wil opdagen. De kinderen moeten erg lachen om de conciërge, die een beetje gek doet omdat hij mee mag doen. Pak allemaal jullie boeken en iPads op tafel. Vanaf nu is het heel gewoon dat er een iPad en een conciërge in de klas is. Iedereen doet weer normaal mee.